Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar het derde deel van mijn fietsavontuur naar Parijs. Ik ben op dit moment in het zuiden van Charleroi. Ik heb al ruim 225 kilometer op de teller staan. En vandaag staat er weer zo'n ongeveer 100 kilometer op de teller. Maar best wel met een extra uitdaging. Want ik heb gisteravond mijn enkel zeer zwaar omgezwikt. Ja, eens even kijken hoe ik dat met fietsen, mijn enkel zo min mogelijk, ja, dit laat doen. Hè? Dus dat ik hem wel rechter hou. Normaal laden de accu's op in maximaal 6 uur. Eentje heeft daar nou 8,5 uur over gedaan. Dus ik weet niet wat dat zegt over de accu zelf. En nog een derde uitdaging is dat het allemaal wat heuveliger gaat worden. En dat het dus meer accucapaciteit gaat kosten. Dus ga ik de 100 kilometer wel halen met de twee accu's? Ik ben benieuwd. We gaan als eerste de Charleroi verlaten. Deze Airbnb is absoluut geen aanrader. Het was zo smerig, zo goor. We gaan eerst even langs de winkel een flesje water halen en dan gaan we op pad. Oké, ik heb me dus niet verdiept in de feestdagen in België. Maar het is vandaag 1 mei en dat is de dag van de arbeid. Dat kennen wij in Nederland eigenlijk niet. Maar dat wilde zeggen dat de winkel gesloten is. Ze moeten op zoek gaan naar een supermarkt die vandaag wel open is. Die zullen er gegarandeerd zijn, maar de Lidl is dat niet. Het is niet het mooiste deel van Charleroi, denk ik. Industriegedeelte, maar het is eigenlijk ook wel weer heel bijzonder om hier te fietsen. We volgen in ieder geval het water, geen idee hoe het heet, maar water. Een of andere rivier, het zal ook wel voor het transportdoeleinden bedoeld zijn. Het zal niet heel lang duren, maar dan zal ik Charleroi verlaten en dan zullen we het groen ingaan. Maar hopelijk vind ik dan nog wel een winkel ergens. Geen idee wat ze hier aan het doen zijn. Maar daar zo komt water uit het gebouw. Hier ook. En daar ook. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Geen idee waar dit voor is. Als je het wel weet, laat het even weten in de reactie. In eerste instantie dacht ik... Misschien is het iets van waterzuivering of zo, dat ze dat laten klepperen. Het zou ook misschien een koelsysteem kunnen zijn. Dat er iets daarbinnen gebeurt wat heel warm is en dat het water nodig is om het te koelen. Het maakt in ieder geval gruwelijk veel herrie. Het ziet er heel bijzonder uit. En ik heb de Eiffeltoren gevonden. Want zoals je eigenlijk wel weet, hè, Eiffeltoren is het doel van deze reis. En dit is zeg maar de miniatuurversie. Ja, ik weet het. Het is gewoon een stroommast of hoe noem je zo'n ding. En ja, volgens mij wel. Een hoogspanningsmast, dat is het, ja. Een hoogspanningsmast. Maar zo lijkt het net de Eiffeltoren, toch? Nou, gelukkig toch nog een winkel kunnen vinden. De Delhaize bleek open te zijn. Ik heb even wat vitamintjes, want die heb ik eigenlijk niet zo heel veel op afgelopen dagen. Flesje water, brood en kaas. Want ik zag wel dat ze maar tot 1 uur open zijn vandaag. Dus ik gok dat als er nog winkels onderweg tegenkom, dat die ook om 1 uur dicht zijn. Dus ik heb meteen ook voor de lunch bij. Ik heb namelijk nog niet ontbeten. Ik ga nog eerst even een paar kilometertjes fietsen. Dan ga ik ontbijten. Misschien kom ik ergens een leuk plekje tegen. Dus let's go!
moet je zien. Het is meer een zwembad, jongen. Ik zit inmiddels ook lekker onder de modder al. Ik probeer er een klein beetje langs af te gaan en toch af en toe er recht doorheen met mijn beentjes omhoog. In de hoop dat ik niet stil kom te staan. Nou goed, het uitzicht maakt het ook allemaal wel weer goed hier, moet ik zeggen. Kijk, wat een wijd uitzicht helemaal. Wat autootjes in de verte. Wat Eiffeltorentjes in de verte. Maar dit is toch genieten, jongens. Dit is toch heerlijk. Nou, dat was een prachtig pad. Maar ik ben smerig geworden. Hier moet je zien. Helemaal onder de modder. Helemaal smerig. Eeuw, je zit onder de modder. Ja, gelukkig heb ik nog wel een tweede fietsbroek bij. Of in ieder geval een sportbroek. Maar ik heb niet nog een paar schoenen bij. Dus die zal ik straks wel even moeten poetsen misschien. Of niet. We zien het wel. Het zal mij ook een worst wezen eigenlijk. Maar de fiets is ook bruin in plaats van zwart. Ik ben natuurlijk op weg met de Hemingway Cruiser. Ja, prachtige fiets hiervoor moet ik zeggen. Maar kijk. Hij heeft aan het einde wel even een wasbeurtje nodig, denk ik. Ja, niet tijdens deze reis hoor. Gewoon als ik weer terug in Nederland ben. Ik ga hem hier niet lopen poetsen of wassen. Ben je gek? Ik ben wel moe. Nee, valt wel mee. Hey, ik heb er alweer 20 kilometer op zitten. En het is 9:15 of zo. Ik ben om 9:00 vertrokken. En gaat best lekker. Ja, ik heb echt wel zadelpijn. Maar goed, elke keer een beetje anders gaan zitten, dan lost het wel een heel eind op. Het weer zit weer lekker mee. Ik ben iets vroeger vertrokken dan vorige dagen. Ik dacht, dan heb ik net even iets meer speling. En mijn enkel. Ja, tijdens het fietsen heb ik er weinig last van. Dat gaat best wel goed. Toen ik net even boodschappen ging doen bij de supermarkt, Delhaize. Toen moest ik echt lopen en dan deed het wel zeer. Want ja, dan sta je er echt op. Maar zo tijdens het fietsen gaat het eigenlijk best wel, wel oké. Ik wil eigenlijk een bankje vinden om te eten. Want ik ga hier niet zo in het gras zitten. Nee, ik wil eigenlijk gewoon even een bankje. Kan ik broodjes smeren. Maar ja, vind maar eens een bankje hier op het platteland. Ik ben weer op een prachtig mooi geasfalteerd fietspad terechtgekomen. Af en toe zit je er ineens weer op. Het is een of ander netwerk waar je dan op zit. En ik heb picknickbankjes gevonden, dus ga even hier even wat eten. En er staat bijna 1265 kilometer op de teller. En voor degenen die het goed in de gaten hebben gehouden, dat wil dus zeggen dat ik bijna, dus over 600 meter volgens mij, ja, over 600 meter, heb ik het mijlpaal bereikt van 250 kilometer vanaf het beginpunt. En we zijn weer op pad hoor. Heerlijk genieten van de omgeving. Het zonnetje schijnt. Mooi Ere. Heerlijk. Om te vliegen naar. De 40 kilometer van vandaag zitten er alweer op. Ik merk dat ik steeds vaker of sneller eigenlijk moet afstappen.
Omdat het echt gewoon zeer doet. Zeg maar, het stukje... hoe ga ik dit netjes verwoorden? Niet. Een stukje tussen je balzak en je anus, zeg maar. Er zit zoveel druk op van het zadel. Het is gewoon onprettig. Wat ik vergeten ben te vertellen trouwens. Ik ga vandaag natuurlijk wel de Franse grens over. Dus van België naar Frankrijk. Dat duurt nog wel een paar kilometer. Ik ga er ongeveer 100 rijden vandaag. Ik heb er nou 40 gehad. Maar ik denk dat ik over een kilometer of 20 of zo. 30. Ik heb eigenlijk geen idee. Over een tijdje ga ik de Franse grens over. En dat is wel echt weer een mijlpaal natuurlijk. Maar voor nu zit zo'n stenen, betonnen bank eigenlijk best wel lekker ten opzichte van je zadel. Zo, ik zit er weer klaar voor. Ik heb even gekeken. Het is nog 25 kilometer naar de Franse grens. Ik heb nog, hij zegt nou weer 3, maar eigenlijk heb ik nog met 2 streepjes over van de accu. Van de 5 streepjes van de eerste accu, dus er is nog geen paniek. Maar toen ik aankwam stonden hier dus 2 streepjes. Nou staat er weer 3 omdat ik stil heb gestaan. Maar dat zal heel snel weer teruggaan naar 2 streepjes. Desalniettemin, het is dus nog 25 kilometer naar de Franse grens. Daar gaan we nu maar eens gauw naartoe. Een nieuwe mijlpaal. Wat krijgen we nou? Er is iets misgegaan met mijn navigatie. Dit klopt niet, want ik zie hier... een heel bijzonder bord voor mij. Ik ben nog geen 10 kilometer verder en wat zien we hier? Frankrijk! Oh, ik ga heel even afstappen, jongens. Frankrijk. Ik heb de Franse grens gehaald. Nou, wat ik me nog kan voorstellen is dat we nou echt langs het randje van de grens rijden. En dat ik misschien nog een paar keer België in en uit ga. Maar dat interesseert me niet. Dit is de grens van Frankrijk. Ik ga er overheen lopen met jullie. Ja. Ja. We zijn op de grens. En we zijn voorbij de grens. Ik heb al een heel fantastisch doel gehaald. Dus fietsen naar Frankrijk. Wat een prachtig stuk om te fietsen hier in Frankrijk. Het is een soort gravelpad. Je ziet het niet. Ja, zo ziet het beter. Een soort gravelpad, verboden voor gemotoriseerd verkeer, dus heerlijk rustig. Nou, ook wel echt in the middle of nowhere. Zo lekker dit. En dan kom je ineens op een prachtige plek met een meer, een pad hier naar rechts, een weiland, pad rechtdoor, nog wat beestjes. Maar de navigatie zegt dat we hier naar links moeten. Oké, heel eventjes ingezoomd op het kaartje van hoe lang is dit stuk dan en waar kom ik dan uit. Het lijkt maar een heel klein stukje te zijn, dus moet goed komen en dan kom ik heel snel in een dorp uit. Nou is de stuurcamera bijna leeg, de batterij. Dus ik hoop dat ik het nog even kan filmen hier een stukje. En dan ga ik even eten en dan ga ik hem even opladen. Oké, de stuurcamera doet het niet. Jullie horen zo hoe het pad was. misschien valt het wel mee. Nou, het viel inderdaad best wel mee. Het was, ik denk 20 of 30 meter bospad. En toen kwam ik zo ongeveer in iemand zijn achtertuin uit. Toch bijzonder dat Google dit soort paadjes kent. Maar we zijn al bijna in het dorp. Ik heb een paar dingetjes te doen. Maar daar kom ik zo op terug. Zo, we zijn in het dorpcentrum met uitzicht op het kerkje. Eindelijk even die helm af. En nou heb ik een paar dingen die ik moet doen.
Sowieso moet ik eerst gaan eten. Niet geheel onbelangrijk. En, zoals ik net zei, hij is leeg, de batterij is op, die moet ik gaan opladen. Ik rij ook al een tijdje op maar één streepje, dus die accu gaan we ook even vervangen. En het zadel is losgetrild, dus die moeten we even vast gaan zetten. Zo, de innerlijke mens is weer voorzien van energie. Dankjewel. Ik heb ondertussen even een slaapplaats gezocht. In een plaats waar ik de naam niet van uit kan spreken, omdat ik niet weet hoe je moet uitspreken. Maar je schrijft hem als Guizen. De reservering is ook al bevestigd ondertussen. Ik heb al een sleutelcode gekregen. Ik heb al een omschrijving gekregen waar ik de fiets kan parkeren. Het is wel een vrij prijzige, dat is €85. Maar het zag er wel op de foto's heel erg mooi uit. Nog relatief weinig recensies, volgens mij 9. Maar wel 4,8 uit 5 sterren of zo. Dus ik heb goede hoop. Maar je weet het maar nooit. Het blijft dus een Airbnb. Maar het is nog 45 kilometer naar naartoe. Dus we gaan eens die kant op. Gaat echt lekker. Ik zit ook al bijna op de grens van 300 kilometer vanaf het beginpunt. En terwijl ik hier dit prachtige uitzicht heb, zag ik ook op mijn schermpje 1315 staan. En dat wil zeggen dat ik nu 300 kilometer gefietst heb vanaf het beginpunt in 's-Hertogenbosch bij Provinciehuis. Ik ben al in Frankrijk, ik ben al een heel eind. Ik moet nog een stukje, maar ik ben ruim over de helft. Ik ben trots op mezelf. Ben ik niet heel vaak, maar nu, ik vind het toch een prestatie. Eerlijk is eerlijk. En ik moet ook zeggen, het begint aardig warm te worden. Het is warmer dan de twee voorgaande dagen. Dus ik ga nou toch ook echt even mijn trui uitdoen. Dan is het net vakantie zo, hè, in je shirtje. Hopelijk is dit nu niet te koud. Maar anders moet ik maar wel harder trappen. Nog harder trappen. En je zag net trouwens misschien dat ik 33 km per uur reed. Nou, ik kan je vertellen, soms rijd ik zelfs al, nou, we hebben gezien, 51, 52 km per uur. Maar dan ga ik net van een heuveltje af naar beneden. Dan trap ik niet, heb ik ook geen ondersteuning, maar dat is gewoon puur op de afdaling. 300 kilometer. Wow. En weer door. Help je op. En let's go. Ik heb nog ongeveer 32 kilometer te gaan tot de Airbnb. En ik wil heel graag de stuurcamera gebruiken. Maar het opladen gaat niet zo goed, want ik kom dit soort wegen tegen. Ja, ze zijn natuurlijk prachtig en ik vind het geniaal dat Google dit ziet als fietspad. Normaal zou je hier natuurlijk nooit komen. Maar dat komt het opladen niet ten goede. En ik kan wel een beetje filmen, zeg maar, terwijl ik aan het fietsen ben. Maar dit soort paden moet ik echt twee handen aan het stuur hebben. Anders komt het niet goed. Dus ik laat wel af en toe tussendoor een stukje zien, maar niet alles helaas. Helaas, helaas. En dit hele pad helemaal fietsend doen, dat zit hem er niet helemaal in. Want mijn band zakt erin weg.
Ik ben benieuwd hoeveel ik daar nog van tegen ga komen. Het is nu vooral eventjes een stukje lopen met de fiets aan de hand. Hopelijk wordt het eigenlijk iets minder. Ik zie dat het iets omhoog gaat. Daar zal het droger zijn. Maar na het heuveltje zal er wel weer water liggen. Mijn hemel, bijna niet doorheen te komen joh. Zelfs lopend en heb ik een beetje handgas. Valt toch niet mee? En ik kwam net een aantal quads tegen, die kwamen tegemoet rijden. En die zijn gemotoriseerd, ze hebben best wel wat kracht in, maar ook die waren flink aan het ploegen om er doorheen te komen. Waarschijnlijk dacht Google, oh fijn, hier kun je een stukje afsnijden, ben je wat sneller, wat eerder. Hoef je niet zo ver te rijden. Maar Google weet niet dat dit modderpad is, in plaats van fietspad. Gelukkig. We hebben weer een normaal verhard fietspad, autoweg. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb gewoon 900 meter uiteindelijk gelopen. En een van mijn sokken is nat. Dus het is ook nog eens in mijn schoen gedrongen. Zo smerig, hè. Zo smerig. Het ging eigenlijk allemaal best wel weer lekker, moet ik zeggen. Ik moest nog 24 kilometer. Ik was de straat ingereden, maar aan het einde was geen weg meer. Iemand heeft de doorgang geblokkeerd. En dan echt met een hekwerk, zeg maar. Dus daar kon ik niet meer doorheen. Dus ik moest terugrijden. Nou, dat was 2 kilometer terug. En nu geeft hij een andere route aan van, goh, die kun je ook wel doen. Maar die is 36 minuten extra. Hallo. Dus ik ben echt even aan het zoeken nou naar een route die wel een klein beetje extra is, maar niet zoveel. Nou, ik heb een beetje gesmokkeld. Want dit is een weg waar je eigenlijk 80 of 90 km per uur mag. Maar zoals je ziet, het is relatief rustig. Even een paar kilometer even smokkelen. Want anders moet ik zo ver extra omrijden. En dat gaan we niet doen. Ik heb nu nog 23 kilometer te gaan. Zo, ik heb het er warm van, jongens. Hey, ik heb een nieuwe mijlpaal eigenlijk. Want ik heb voor vandaag weer 100 kilometer gefietst. Woehoe! Doet hij gewoon weer even, hè? Nou heb ik nog wel een kilometer. Ik heb lekker getoeterd. Nou ben ik helemaal blablabla. Oh ja, ik heb nog een kilometer of 13 te gaan. Ik zit wel elke keer te kijken om een andere fietsroute te pakken. Maar dan kom ik elke keer van die paden uit met meterslange kuilen met water. Daar heb ik even geen zin meer in, geen behoefte aan. Dus ik blijf op deze D-weg. Ze rijden relatief normaal. Het is niet heel druk. Dat zal met 1 mei te maken hebben. Dus ik blijf goed aan de kant. Ze houden zelf goed afstand. Ik ben op zich wel goed zichtbaar. Het is nog lang niet aan het schemeren. Dus ik voel me hier niet onveilig bij. En als het misgaat, heb ik die lelijke helm op mijn kop. Hey, daar heb je een John Deere trekker. Een mooi ding. Een 6320. Helemaal goed. Ja, dat is mijn merk. Ik heb nog een paar kilometer te gaan. Maar ik was eventjes de schade aan het inspecteren. Jezus. Maar hoe ga ik dit nou nog schoon krijgen? Ja, ik kan ze natuurlijk wel gewoon mee onder de douche nemen. Maar ja, dan zijn ze zeiknat ook van binnen. Dus ja. Daar heb ik nog geen goed plan voor. Gewoon nog iets van 3 of 4 kilometer, geloof ik. Zoiets. Dus, en het is iets naar 4, dus dat is echt wel heel erg lekker.
toch fijn dat ik vanmorgen een uurtje eerder ben vertrokken dan de afgelopen dagen. Dan heb ik vanavond iets meer speling, kan ik iets meer chillen, rustiger mijn avond doorkomen. Dat ik ook niet meteen hoef te gaan eten, meteen mijn bed in hoef. Ik ga wel meteen douchen. En ik denk dat ik wederom een beetje verbrand ben. Nou, ik ben in de plaats waar ik me tuin en hier ergens is mijn verblijf. We moeten eens even gaan zoeken. Oh, dan kom je op een mooie binnenplaats en daar staat een heel mooi gebouw. Speeltuintje. En daar achterin staat Airbnb, dus dat hebben ze wel slim gedaan. Dan valt het iets meer op. Nou, ik heb mijn fiets hier naartoe kunnen krijgen. En dan zou het deze moeten zijn, Le Cozy of Le Trendy. Maar we gaan het zien. Even kijken. Jeetje, wat is dat met die dingen? Het is 3-3-3-4. Daar heb ik net nog een keer nagekeken. Maar hij gaat niet open. Dan heb ik weer een niet de goede code of zo. Of niet de goede deur. Ik heb deze ook even geprobeerd, maar daar werkt hij ook niet op. Nou, ik heb meteen even de host natuurlijk berichtjes gestuurd. En ik zag dat het meteen aan het terugtypen was, dus hopelijk heb ik snel antwoord voor de code of hoe ik hem open ga krijgen. Ben benieuwd. Morgen toch echt een hotel, denk ik. Want hij zegt, ja, er zit een knop linksboven. Nou, ik zie nergens een knop. Daarna zegt hij, nee, je moet aan het deurtje trekken hier, van bovenaf. Nou, ik ben best wel sterk, maar dit gaat gewoon niet open. Gewoon niet. Het is gewoon weer de verkeerde code of zo. Of hoe krijg je zo'n ding open? Nou, ik trek hem gewoon van de muur af. Nu zegt ze dat ik op het verkeerde adres ben. Ik moet naar boven. Ik sta gewoon bij de verkeerde deur. Het was niet helemaal duidelijk. Eens kijken hoe we er gaan komen. Hey. Sleutels. Verkeerde sleutel. Goeie sleutel. Ik zag op de foto's dat het allemaal heel oud was, in die zin dat er allemaal oude elementen bewaard zijn gebleven. Nou, dat is te zien en te ruiken. Ik ben heel benieuwd. Oeh, ik denk dat dit de wc is. Ja. Oeh, de vloer is heel oud, maar dit ziet er heel modern uit. Bijzonder. Even kijken. Er staat zelfs een magnetron, bank, tv. Nou, het is echt een hele bijzondere mix van oud en modern en nieuw. Heel bijzonder dit. Ah. Oh, kijk. Oh, kijk aan. Heel chic. En hier zie je echt nog oude elementen zo. Dat is een oude muur of zo. Een oude verlichting heeft hier gelopen.
En hebben ze een stuk opnieuw verstuukt. Daar ben ik. Wastafel op een oud tafeltje. Ik denk dat het iets van een naaimachine is geweest. Heel mooi oud deurtje. Nog een lampje. Oh, dat was voor hier. De slaapkamer. Wat een ruimte, jongens. Wat een bijzonder appartement. Het oogt allemaal wel heel schoon. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. Het is allemaal oud en karakteristiek. En nou heb ik nog beter en nog meer uitzicht op dat mooie grote gebouw. In de verte hoor ik ook allemaal mensen. Er is iets vandaag vanwege 1 mei gaande. Daar heb ik helemaal mooi uitzicht. En als het goed is kon ik mijn fiets stallen in de derde van achter. Daar. Daar zal die andere sleutel wel voor zijn. Koppie koppie, hè. Slim dat die is, hè. Zo, ik ben gesetteld, ben gewassen en gestreken. Ik voel me schoon. Nou ja, op mijn schoenen na dan. Kan eigenlijk echt niet, maar ik heb geen andere schoenen bij me. Dus we moeten het er maar even mee doen. Ik ga op zoek naar wat te eten. Nou, gelukkig doet mijn enkel weer een beetje normaal. Ik voel hem nog wel, hij is nog wel heel erg gevoelig. Maar gewoon rustig lopen. Dan komt dat ook wel weer goed. Kebab pizza. Dat ziet er open uit. Daar kan ik zo meteen nog wel even gaan kijken. Maar ik zie dat er nog wel wat meer open is hier in de buurt. Ik zie allemaal tentjes. Ik ben nu een beetje in het centrum. Ik ben wel een beetje afgenokt nu. Ik heb in ieder geval lekker gegeten. Een goede pizza. Biertje erbij. Volgens mij ben ik weer knijten verbrand. Zo. Ach ja. Dat is gewoon dom. Ik heb het niet heel goed bijgehouden. Of in ieder geval, ik heb niet gekeken. Maar volgens mij staat de totale teller nu op 345 kilometer ongeveer. 340, 345. Dat wil zeggen dat ik er vandaag weer ruim 100 gereden heb. En ik heb nog ongeveer 190 kilometer te gaan. Dat is een beetje afhankelijk van welke paden en wegen dat ik pak. Maar een kleine 200 kilometer naar de Eiffeltoren. Nou, de helft daarvan zien jullie weer in de volgende video. Ik ben een beetje moe, ik ben een beetje klaar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Druk meteen op het belletje als je op de hoogte gehouden wil worden van alle nieuwe video's die online gaan komen. Geef een duimpje als je de video leuk vond. Laat een reactie achter wat je van deze video vond. En ik zie je graag volgende video weer terug. Weer een stapje dichter bij de Eiffeltoren. Welterusten. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan hier op mijn kanaal. En wil je nou meer van dit soort video's zien? Klik dan hier. Ja, en vergeet ook zeker niet om een duimpje te geven als je de video leuk vond.